De weg van Jezus naar Jeruzalem schijnt een doodlopende weg te zijn. De tocht gaat door een diep dal, door de doodsrivier. Soms gaat de levensweg door uitzichtloze duisternis. De nacht van beproeving en verdrukking. De nacht van de harde dood. Zo velen, voor en na, gingen in zijn spoor. Verraden, gemarteld en vermoord. Geen mens worden lijden en aanvechting bespaard. Is dat het dan? Zal dood ooit overwonnen worden door leven? Bij het thema van deze Goede Vrijdag zien we de liturgische schikking. Het ruwhouten kruis dat vandaag centraal staat. Omringd door de kleur paars als steken van verdriet, van rouw. De doornenkroon, het teken van het lijden van Jezus. En de steen die straks keihard gewenteld zal worden voor de opening van het graf. Laten we samen bidden. Bij u, Heer, schuilen wij in het onbarmhartig licht van deze avond. Hoor ons, God, en blijf ons niet ver. Hoor ons en kom ons te hulp. Hier gedenken wij Jezus Messias in zijn lijden, zijn dood. In de dagen van zijn leven heeft hij onze zwakheid gedragen, onze leegte onder ogen gezien. Hier zien wij op naar het kruis. Laat dit uur voor ons zijn, als een waken en bidden met hem. In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. Amen. God laat het kwaad, het lijden en de dood niet onbeantwoord. Uit het dal van de dood gaat er een weg omhoog. Die zin raakte mij deze afgelopen week. Waar mensen zich bevinden midden in het lijden, is er het sterke verlangen naar een antwoord. Daar klinkt de schreeuw om een reactie van Gods kant. Ja, daar herkent men het eigen gevoel in Jezus' machteloze schreeuw vanaf het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat antwoord, die reactie, blijft niet uit. Dat komen we straks op het spoor bij het lezen van het lijdensverhaal volgens Matthäus. Maar nu ook, als we eerst een moment kijken naar een schilderij van Marc Chagall. Chagall was een Franse kunstschilder, geboren in Wit-Rusland. Hij was van Joodse afkomst. Die achtergrond zien we ook terug in het volgende schilderij, De Witte Kruisiging, geschilderd in 1938. Chagall was jaren daarvoor weggevlucht uit Rusland,
vanwege het toenemende antisemitisme. Hij herkende dan ook maar al te goed de dreiging die uitging van het opkomende nazisme in de jaren 30. Die dreiging is overal terug te vinden in dit schilderij. Kijk maar eens linksboven. Daar zien we een dreigende groep soldaten aankomen. Met daaronder een platgebrand dorp. Ook ligt er iemand dood op straat en een paar overlevenden zitten ineengedoken bij elkaar. In een bootje proberen anderen het geweld te ontvluchten. Ook probeert een man met een Torahrol in de armen weg te komen bij het geweld vandaan. Helemaal onderin aan de rand zien we nog net een vrouw wegvluchten met haar kind stevig tegen zich aangedrukt. Daarboven rent een man in het groen weg, met zijn laatste bezittingen in een zak over de schouder gegooid. Helemaal rechtsboven wordt de synagoge vernield, geplunderd en in brand gestoken. Te midden van al dat lijden hangt Jezus daar aan het kruis met een Joodse gebedsmantel om. Hij hangt daar, alsof al dat lijden in hem samenkomt. Dat mag ons vandaag raken. Door alle tijden heen hangt Jezus daar weer aan dat kruis, te midden van al het lijden dat in hem samenkomt. Niet alleen toen, ten tijde van die eerste Goede Vrijdag, maar steeds weer opnieuw. Ook toen zijn volgelingen werden vervolgd en gemarteld door de Romeinen. Ook in de tijd van de kruistochten, in de tijd van de slavenhandel, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Ja, ook in onze tijd van ontelbare vluchtelingen en onbegrijpelijke aantallen slachtoffers van het coronavirus. Ook nu hangt Jezus daar te midden van al dat lijden aan het kruis. En ja, ook nu is het verlangen naar een antwoord groot en klinkt de schreeuw om een reactie van Gods kant. God laat het kwaad, het lijden en de dood niet onbeantwoord. Uit het dal van de dood gaat er een weg omhoog. Die boodschap vertelt ons datzelfde schilderij van Chagall. Want wat zien we te midden van al die dreigende beelden en kleuren? Een witte lichtbaan uit de hemel. Dit hemelse licht valt over het dode, gebroken lichaam van Jezus. Het verlicht de weg van de vluchtelingen. Dat licht is de reactie van Gods kant, vertelt ons het schilderij. Het laatste woord is niet aan de dood, maar aan God. Vanavond zien wij hoe Jezus de diepte van de dood bereikt. Zijn weg gaat door het donkerste dal en lijkt stuk te lopen op de diepste verlatenheid. Hij buigt zijn hoofd en geeft met de laatste schreeuw lucht aan al het lijden van ons mensen. Hij geeft de geest. En wij? Wij voelen hoe zijn schreeuw ons door merg en been gaat. En meer dan ooit verlangen wij naar het antwoord dat God zal geven. Amen. Hij ging de weg zo eenzaam tot in Jeruzalem. Geen vriend kon langer meegaan, geen mens hield nog de wacht met hem. Hij ging die weg voor hen, hij deed dit ook voor hen. Hij ging die weg zo eenzaam. Zweeg en leed voor hen.
Hij ging de weg zo eenzaam. Hij droeg zijn eigen kruis. Hij bad: mijn God, vergeef hen. Hij leed en stierf op Golgotha. Hij deed dit ook voor ons, voor allen ook voor ons. Wij lezen vanavond de passie volgens het evangelie naar Matteüs. Dat doen we zonder verdere aankondiging. Onderweg zei Jezus tegen hen: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem: misschien zal ieder u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem: ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: blijf jullie hier zitten, dan ga ik bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig gevoelde worden, zei hij tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met me waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij bij hen weg en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door de vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich bij de leerlingen en zei: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, 1 van de 12. In gezelschap van een grote, met zware en knuppels bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van het volk was gestuurd. Met hen had zijn verrader een teken afgesproken. Degene die ik kus, had hij gezegd, die is het, die moet je gevangen nemen. Hij liep recht op Jezus af, zei: gegroet, Rabbi, en kuste hem. Jezus zei tegen hem: vriend, ben je daarvoor gekomen? Daarom kwam de bende naderbij, ze grepen Jezus vast en namen hem gevangen. Nu greep een van Jezus' metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester het oor af. Daarop zei Jezus tegen hem: steek je zwaard terug op zijn plaats, want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. Weet je niet dat ik mijn vader maar te hulp hoef te roepen
en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen. Maar hoe zouden dan de schriften in vervulling gaan, waarin staat dat het zo moet gebeuren? Toen zei Jezus tegen de opstanders, met zwaarden en knuppels werd u uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit alles gebeurt opdat de schriften van de profeten in vervulling gaan. Daarop lieten alle leerlingen hem in de steek en vluchten weg. Zij die Jezus gevangen genomen hadden, leidden hem voor aan Caiaphas, de hoge priester, bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. Daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. De hoge priesters en het hele Sanhedrin probeerden een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen, op grond waarvan ze hem ter dood zouden kunnen veroordelen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen melden. Ten slotte melden er zich twee die zeiden, die man heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. De hoge priester stond op en vroeg hem, waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar Jezus bleef zwijgen. De hoge priester zei, ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de Messias bent, de Zoon van God. Jezus antwoordde, u zegt het, maar ik zeg het tegen u allen, hier, vanaf nu, zul u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel. Hierop scheurde de hoge priester zijn kleren en hij riep uit, hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? Nu hebt u met uw eigen oren gehoord hoe hij God lastert. Wat denkt u? Ze antwoorden, hij is schuldig en verdient de doodstraf. Daarop spuugde hij in het gezicht en sloeg hem. Anderen stopten hem en zeiden, profiteer dan maar van ons, Messias. Wie is het die je geslagen hebt? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe dat zei,
Jij hoorde ook bij de Jezus van Galilea. Maar hij ontkende hen, zodat ze allen het konden horen. Ik weet niet waar je het over hebt. Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag al de meisjes hem. Ze zei tegen de omstanders, die man hoorde bij Jezus van Nazareth. En opnieuw ontkende hij en zwoer, echt, ik ken die man niet. Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, die zeiden, jij bent wel degelijk een van hen. Trouwens, je accent verraadt je. Daarom begon hij te vloeken en hij bezwoer hem, ik ken die man niet. En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had. Voordat er een haan gekraaid werd, zult u mij driemaal verloochenen. Hij ging naar buiten en huilde bitter. De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit om Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem gemoeid hadden, reikten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hogepriester en oudsten terug en zei, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar, we mogen ze niet bij de tempelschat voeren, aangezien het bloedgat is. Na ander beraad mochten zij de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon. Daarom heette die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop er geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde deze hem de vraag, bent u de koning van de Joden? Jezus zei, u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarom zei Judas tegen hem, hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hem, toen ze daar waren samengestroomd, wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de Messias wordt genoemd? Hij wist namelijk dat ze hem uit de afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht.
Laat je niet in met die rechtvaardigen. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat u vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hem: wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Alle antwoorden: aan het kruis met hem. Hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf naar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liep Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus legde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij eerst nog had laten geestelen. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden de hele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden gespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om te kruisigen. Bij het verlaten van het praetorium trokken ze een man uit Cyrene, die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij daarvan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door hem om te donderen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken.
over zijn hoofd bevestigde de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschudden toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van het kruis af. Ook de hoge priesters en schriftgeleerden en de oudsten maken zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld. Laat die hem dan nu redden, als hij tenminste goed gezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. En precies zo beschimpen hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. En rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niets doen, laat eens kijken of Elia hem komt redden.
Nog eens schreeuwde Jezus het uit. Toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven naar onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van velen die gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degene die met hem Jezus bewaakte, de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en ze zeiden, hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanuit Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen de avond gevallen was, arriveerde er een rijke man die uit Arimathea afkomstig was. Hij heette Jozef en was ook een leerling van Jezus geworden. Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus bevel het aan hem af te staan. Jozef nam het lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen en legde het in een nieuw rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouden. Toen rolde hij een grote steen voor de ingang van het graf en vertrok. Maria uit Magdala en de andere Maria bleven achter. Ze waren tegenover het graf gaan zitten. De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hoge priesters en de fariseeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem, Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft, na 3 dagen zal ik uit de dood opstaan. Geef u alsjeblieft bevel om een graf tot de 3e dag te bewaken. Anders komen zijn leerlingen hem eindelijk weghalen. En zullen ze tegen het volk zeggen, hij is opgestaan uit de dood. En die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste. Pilatus antwoordde, u kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt. Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en het bewakers voor te zetten.
Laten we samen gaan bidden. Eeuwige God en Vader, in de oorverdovende stilte van deze Goede Vrijdag zoeken wij U. Die stilte, Heer, is zo tastbaar deze dagen. De afstand die wij tot elkaar moeten houden doet pijn en voelt als een groot gemis. Hoe pijnlijk, Heer, moet het voor U zijn dat wij mensen zo vaak bewust die afstand houden tot U, onze Vader, onze Schepper. Op zoveel momenten steken wij onze handen juist niet naar U uit, draaien we ons weg als U onze nabijheid zoekt. En toch, ondanks al die afstand, zien wij vanavond U weer het initiatief nemen om ons op te zoeken. Om die gapende kloof tussen onze duisternis en Uw licht te overbruggen in de weg die Jezus, Uw Zoon, voor ons gegaan is. In Zijn pijn zien wij onze pijn weerspiegeld. In Zijn verlatenheid voelen wij onze eenzaamheid. In Zijn lijden zien wij een glimp van ons lijden. In Zijn diepte vrezen wij de diepte van ons leven. Daarom, Heer, houd vast aan het werk dat U begonnen bent te doen. Laat ons niet vallen uit Uw sterke handen. In de oorverdovende stilte van deze Goede Vrijdag stijgt ons gebed halsreikend naar U op, Heer, omdat wij ons dagelijks verslagen voelen bij het zien van het leed in deze wereld. Oorlog, honger, pijn, wanhoop, ziekte, zorgen, angst om corona. Een mens zou de ogen ervan neerslaan. Wilt U uw blik nooit en te nimmer neerslaan voor wat mensen bezielt, voor wat hen bezighoudt, voor wat zij moeten lijden in dat kleine partje van uw eeuwigheid. Lijden dat eeuwig zal duren als niemand het een blik waardig keurt. Ontferm U over hen die verslagen zijn door het leven, gemarteld door dagenlange eenzaamheid en verlatenheid, wanhopig zoekend naar een sprankje medemenselijkheid. God van Abraham, Isaac en Jacob, wij bidden U ook voor uw volk Israël, door U geroepen als eersteling onder de volken. Bewaar uw volk bij uw verbond. Laat het een zegen zijn voor alle volkeren, zodat wij eens allen op zullen trekken naar Sion. Roep in hen ieder geslacht opnieuw tot het heil, dat U uit zult breiden over alle volkeren. De Palestijnen, Irakezen, Amerikanen, Soedanezen, Nederlanders, allen die een klein stukje van deze aardbol en van uw tijd bemensen. In dit uur, Heer, bidden wij U voor allen die het eigen leven of het leven van een dierbare los moeten laten. Dat zij mogen ervaren dat U hen vast blijft houden, dwars door het verdriet en de wanhoop om de dood heen. En zo willen wij U ook bidden voor elkaar. Houd ons vast, met elkaar, bij elkaar en voor elkaar. Dat wij samen, als het ene lichaam van U, deze dagen mogen ervaren als tijd van U. Ga met ons mee, Vader. Wijd uw kudde door uw Zoon, het paaslam voor ons geslacht. Hij die ons door de dood naar het leven heeft overgebracht. Amen. In de stilte van deze avond klinkt Gods aanklacht tegen de mensheid. Waar wij ons zo vaak afvragen waar God is in het lijden van deze wereld, daar horen wij vanavond hoe God zich afvraagt waar wij zijn in het onrecht dat zijn mensenkinderen wordt aangedaan. En aangeslagen antwoorden wij: Heer, ontferm U. Mijn volk, wat heb ik U misdaan? Of waarmee heb ik U beproefd? Ik heb de aarde voor de dag geroepen en aan uw handen toevertrouwd. Maar mijn tuin wordt een wildernis, mijn levenswerk een dodenakker. Waarom laat gij dit toe? Ik heb U onder mijn regenboog gesteld, een teken van vrede en toekomst. Maar dodelijke wapens staan gericht op mensen en bedreigen mijn dierbare schepping. Waarom laat gij dit toe?
Ik heb mij laten kennen als uw bevrijder, de bondgenoot van alle onderdrukten. Maar tallozen worden getergd en geteisterd door terreur en tirannie. Waarom laat gij dit toe? Ik heb u met overvloed gezegend, met dagelijks brood en meer dan dat. Maar op mijn akker sterven mensen onverzadigd en kinderhanden blijven ongevuld. Waarom laat gij dit toe? Ik heb mijn woord aan u gegeven en u mijn hartsgeheimen toevertrouwd. Maar afgoden vinden overal gehoor en mensen kiezen wegen ten dode. Waarom laat gij dit toe? Ik heb mijn eigen zoon tot u gezonden, mijn sprekend evenbeeld, mijn uitgestrekte hand. Maar hij is afgewezen, uitgestoten, vernederd tot de laagste dood. Ik heb hem bij u teruggebracht, de levende, de bron van alle leven. Maar hij gaat dood aan alle kruisen waaraan mijn mensen worden vastgespijkerd. Waarom laat gij dit toe? Mijn volk, wat heb ik u misdaan? Of waarmee heb ik u beproefd? Ik heb u geëerd als kroon van de schepping. Ik heb u gezocht als mijn kostbaarste sieraad. Ik heb u bewaard in mijn hand, in mijn hart. Ik heb u, mijn trots, mijn zoon geofferd. Wat had ik nog meer moeten doen dat ik niet heb gedaan? Bidden we samen het gebed dat Jezus ons leert. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij het stille donker van deze nacht tegemoet gaan. Met de ervaringen van verdriet, twijfel en soms zelfs wanhoop. Maar samen, als gemeenschap van Christus onze Heer, op weg naar vrede en leven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede in uw huizen en in uw harten. Amen.